De vrijwilligers van de Almeerse reddingsbrigade stonden de hele dag paraat om te helpen bij de overstromingen in Limburg. En vanmiddag kregen ze dus het telefoontje. Krijg je hier een kick van? Ja, hier krijg je wel een kick van. Dit is wel, voor lekker voor better word, heel gaaf om dit mee te mogen maken. Omdat het zo uitzonderlijk is dat dit gebeurt. En dat je dan je opgedane kennis in de praktijk kan brengen. Dat is wel heel tof. Toch is het ook wel spannend. Omdat je niet weet wat je gaat aantreffen, hoe de situatie daar ter plaatse is. We volgen wel de sociale media, de nieuwskanalen. Maar als je daar daadwerkelijk op locatie bent, dan ziet dat daar waarschijnlijk veel indrukwekkender uit. In Limburg gaan de Almeerders verschillende taken uitvoeren. Ja, de taken die wij daar gaan doen zijn heel divers. Wij kunnen gaan helpen bij het evacueren van mensen uit huizen of het vervoeren van patiënten, personen. Maar we kunnen ook post gaan bezorgen, boodschappen langs gaan brengen, medicijnen langs gaan brengen, gebied in kaart gaan brengen om de mensen daarbij te helpen. Normaal staan de brigadiers op de stranden van Almere. Dit is heel anders, maar dat maakt het ook zo uniek. Dit is wel waar we als reddingseenheid ook voor oefenen, samen met de andere reddingseenheden uit de veiligheidsregio. Waarbij we oefeningen door het hele land doen, inderdaad specifiek gericht op deze taak, deze functie en dit gebeuren. En als alle spullen in de auto staan, zijn de brigadiers klaar om te gaan helpen in het zuiden.